Jullie iets moeten onderzoeken, dan doe je het meestal slecht. Ja, dat is wel waar. Maar ik heb echt geen idee welke het is, hoor. Ja, volgens mij die maken ook niet. Kan iemand het niet even opzoeken op YouTube welke buis het is? Jan heeft hem. Of niet? Nee, ik heb hem Jan niet. Jan heeft hem. Helemaal Jan niet. Jan heeft hem. Wat zeg jij? Wat een dikheid, hij hoorde net had een gat in de buis gevonden, jongens. Wat is er nou, jongens? Yo mensen, Jeroski hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe GTA 5 online race sessie hier samen met Ryan, Max, Mike en Angelo. Yo. Alright, de allereerste race is een Faggio race, maar we doen er natuurlijk 3 in totaal. Je moet naar boven, jongens. Nee, je moet naar links. Wie gaat er naar boven? Kan wel was... een Belg zijn, hè? Nee, ik denk dat het Max was eigenlijk, of niet? Nee. Jawel, jawel. Oh, wat is dit voor race? Wat heb ik nou weer uitgekozen? Ik heb letterlijk, hè jongens, dit is even geen grap. Ik heb letterlijk, ik heb gisteravond mijn tijd genomen om goede races uit te kiezen voor vandaag. Het en was nog steeds niet gelukt. Ja, kijk nou, dit is toch een vette race? Hey. Ik ben nu al verkeerd, jongen. Ja, maar dat doe je zelf. Je moet wel een beetje opletten, hè. Dus ik vind wel dat het een duimpje omhoog waard is. Dus voor hoeveel duimpjes gaan we rijden? Wacht, ik reed verkeerd. Oh, ik ging er bijna vanaf. De 33 likes. De 33. Komma 33. Komma 33. Met de komma dan weg? Nee, met. Oh, met okay. Dubbele komma. Oh, dubbele. Ja, maar... Nou, 33, komma 33, jongens. Dus heb je er zin in? Rob, natuurlijk, zijn Skype blijkt me straks super, super gaaf vinden. Oh, joh, die boost is snel, jongen. Wow, yo. Wat? Oh. Zweeft over het water heen. Ik zal je even een tip geven. Ga niet de bocht afsnijden, want er staat een hekje tussendoor. Ja, dan ben er al langs. Dus oh, wat is... ik ook. Huh? Oh, je rijdt gewoon over iets onzichtbaars. Mike, jij zegt dat we zweefden. Maar je rijdt gewoon over iets onzichtbaars. Wat heb jij op vandaag? I'm drive on water. Toen ik over de stijgen. Ja. I walk on water, hey, maar even zonder grap, hè. Angelo en Maxi liggen nog steeds achter ons ergens te wiebelen. Oh, wat? Ja. Ik kon hier hebben. Zijn jullie nog steeds bij die letters? Nee, dat zijn we bij. Oké, gelukkig. Ah, die zijn letterlijk daar, hoor. Nou, ze denken het is geen België tegen Nederland, dus we doen het gewoon rustig aan met z'n tweeën. En jij even rustig aan daarachter me, of ik geef je een veetslag, hè? Oh, nee! Ja, ik zat je heel de tijd te duwen, ouwe. Oh, die was zo dom, laten. Jongen. Oh, echt? Oh, daar werd ik omver geblazen, of niet? Hé, hey, Angelo. Ja. Ik zag het al gebeuren, want hij wordt op een gegeven moment wat dunner namelijk hier. En ik beukte net, althans ik probeerde Rijn eraf te beuken, waardoor ik er zelf naast ging. Dus nu heb ik het even rustig aangedaan. Zo, toppie. Alles in orde. Wiebel. Wat is dit nou weer? Ja, alles in orde. Help, voetballen, doelpunt. Pak even je eerste plek over. Nee. Hey, wat is dit voor wiebeltrappetje, jongen? Hé, hey, de finish is hier. Nee, serieus? Ik kom die trap niet op. Hé, hey, die finish is daar echt! Ja, 6 punten. Ik kon die trap niet op! Nee, het is geen België tegen Nederland rijden. Nee. Nee. Ik wil nog maken voor die serie. Wat zei je nou? Ik kan me helemaal vrij maken voor die opname van België versus Nederland. Ja, maar dit is helemaal niet die opname. Maar Max die doet nu ook mee namelijk. Die zit er helemaal niet tussen. Allee, ik val in, hè. Ja, je was te slecht, Max, dus je mocht niet meedoen. We moeten hier naar... Oh, je moet glijden, je moet glijden! Ik heb de checkpoint niet! Oh my god, ik glijd heel de verkeerde kant op, paniek! Ga er overheen. Nee, je moet die jump pakken dat Angelo pakte. Nee, helemaal niet, je kan gewoon glijden naar de finish. Jawel, wat daar ligt die... Oh, wat ben ik aan het doen nou? Ouwe. Ik ben er nog niet eens. Wacht, is er al iemand? Is er al iemand gefinished? Nee, ik ga cheaten. Go! Go! Nee, Mike! Nee, ik zie je zo langs me vliegen, ouwe! Oh, dit meen je niet, bro. Ik heb hem. Ja, tweede plek. Oh bro, ik was gewoon rustig aan het rijden naar die finish toe. Ik zie Mike echt gewoon met 100 km per uur zo die finish doorgaan. Wow. Hey, wel goed gedaan bro. Dat heb je wel goed gedaan. En als we dan even bij Max gaan kijken, zien we de reden waarom hij niet meedoet met Nederland tegen België. Ja. Wat een timing, Max. Hij is veel te slecht voor België. Misschien van Nederland. Ja, maar hij heeft altijd 6 races nodig om in te komen. Alleen hij start net zijn GTA pas op. Dus eigenlijk moet je voor de opnames, Max, moet je gewoon als...
Moet je al 6 races doen? Wat is dit nou weer? Oké, dat is DNF nummer 1. Ik ga ze nu bijhouden vandaag voor jou. We doen natuurlijk nog 2 races, dus we gaan meteen door naar race 2. De volgende race gaat beginnen. Dit is een stunt race en daarom heb ik ook de Wagner erbij gepakt. Ik zie ook, oh ja, de Krieger, die was veel slimmer geweest. Ik vergeet het elke keer gewoon, maar dat is niet erg. Nu al beginnen centimeter beuken. Ja, doe daar maar lekker rustig aan daarvoor. Ik heb zo'n gevoel dat het best wel een lastige stunt is, maar het wereldrecord, jongens. Dat is eventjes voor, niet voor Max. Dat is voor mij, hè? Dat is voor Ryan. Staat op 1 minuut en 50 seconden. Ja, maar die staat al op mee. Nee. Ja, ik stuurde toch, kijk dan. Ik stuurde heel mooi. Ik deed een driftje erbij, weet je, extra puntjes. Dan ga je gewoon Cam Blok in een Wagner. Ja, dat is een randje in één keer. Eenmaal van jullie met je naam veranderen. Echt, niet met je auto is niet zo stevig, dus het was misschien niet zo slim. Hé, ik blijf in het midden. Oh, ik ben nog ontploft ook, ouwe. Ik dacht ik kan nog doorrijden, jongen. Lekker voor je. Nou. Ja, ik lig achter Angelo. Angelo? Ja, dat... Kan je even doorrijden? Naar boven! Doe de valrij, doe de... Oh mijn god, Angelo! Jeetje, jongen. Ik dacht, ik kan er misschien weer op landen, ouwe. Maar dat ging niet helemaal goed, jongen. Ik knal ook precies tegen jou aan, hè. Ja. Oké, nu even normaal doen. Alright, we zitten erop. En nu? Nee, die flip. Ja, nee, naar onder. Wajo, en dan de flip. Nee, pas op, Angelo. Angelo! Ga je wel een ronde halen, jongens. Als je dan heel even wacht, moeten we helemaal opnieuw winnen. Jongens. Nee, Mike is er al. Ik wil niet gelept bij Mike in mijn beeldje staan, hoor. Nee, we moeten terug. Nee. Doe normaal. Ja, inderdaad. Ja. Nee. Max. Sinds wanneer heb jij Max? Wacht, heeft Max hem? Ik ben pro. Ja, ik ben pro. Oh, ja, Max heeft. Jan is noob. Maar jongens, als jullie terug moeten, kunnen jullie dan even... Nou, we moeten de bovenkant zien nu lang. Een klein stuk moet ik hoeveel bied je, Jan? Nee! Ik moet hem helemaal opnieuw doen. Dit wordt zo'n harde DNF, ouwe. Ik sta 2 minuten op Mike achter. Is je in beeld staan of niet? Nee. Hier, die voor je, Max. Dan krijg je hem terug ook. Ja. Nee. Die kreeg je terug, jongen. Ik wilde je eigenlijk niet raken, maar we stuurden alle twee dezelfde kant op. Dus, ja, en ik wilde ook naar boven om je te ontwijken. Dus het ging gewoon automatisch. Het was geen aantrekkingskracht, dat ga ik niet zeggen. Maar we werden het uit elkaar. Nee. Hop. Maar wat moet je doen dan bij dat ding? Je moet gewoon er tegenaan rijden, of niet? Ja. Jongen, man. Ik stond daar, Angelo. Oh, dat is wel sick, ouwe. Niet halen, ouwe. Oh, en nu moet ik naar de andere kant. Maar dit stuk kan ik gewoon doorrijden. Jongens, ik zweer, ik ga... Wat? Ik heb hem gehaald, ik zit vast op een plantenbak en die checkpoint moet ik nog pakken. Hey, Jan. Nee, Mike, help me, alsjeblieft. Ik ga niet helpen. Jawel. Nee, Mike, niet helpen. Ja. Laat hem gewoon. Yes, thanks, brother. Want nu kan ik hem gewoon halen namelijk, toch? Als ik nu gewoon een platform oprij aan deze kant. Dat kan niet, Jan. Jawel. Dat kan niet, net krijgen. Nee, dat kan niet, Jan. Kijk maar, jawel. Jongens, I got this. Niet. Ik sta zo knijterver achter, jongen. Dat is echt niet normaal. Ik heb hem legit gehaald. In één keer. Ik denk dat ik jouw DNF ga tellen, Jan. Wat is dit aan, Jan? Maar ze zei, wacht, ze hebben hem nog niet gehaald. Hé, Mike, jongen. Ik had de checkpoint. Ik rij even door. Want Ryan heeft de zo te horen ook nog niet. Dus ik moet even gas erop. Ja, die gele Canarie, jongen. Echt waar. Goed zo, Angelo. Goed zo. Voor mij mag je het nog wel een keer doen. Geen probleem. 1 meter voor de checkpoint. Ja, maar... En nu slep ik weg. Echt, dit is echt... Kijk, dit is alles wat ik wil horen. Hier geniet ik van. Want dan kan ik even gas erop gooien. Angelo staat ook de DNF-counter. Ik niet. Nee, twee mensen, want dan moeten er 3 finishen minimaal. Ik ben nu weer bij de stunt. Ja, ik ben nog vierde. Is er... Oh, Jan, waar rij je? Nee. Ja. Ik rij op de weg. Ja. Ik ben bij jou, Jan. Serieus? Ja. Oh. Nee. Oh, ik val eruit. Oh, ik sta vierde! Ja. Let's go, jongens. Easy dit. En de mensen reden nu allemaal naar de finish, dus je hebt sowieso een DNF. Nee, helemaal niet. Ja, helemaal wel. Ik kan dit nog. Ik kom nog naar jouw kant op, hè. Ik heb hem nog niet. Ja, anders wordt een DNF. Nee. Geef me 1 kans, alsjeblieft. Nee.
Jawel, Max, Max, geef me één kans. Oh, die DNF-trick ook in als ik hem nu niet haal, dan mag je finishen. Oké, eentje. Oh shit. Dan moet ik niet Ryan tegenkomen, dan is mijn kans weg. Dat is wel eventjes een dingetje, dan komt hij al aan. Ja, dit is nog niet mijn kans, Ryan. Ik zit er nog niet in. Doei. Oké, ik ga er nu in, Max. Ja. Nee, ik zweer het, ik zweer het. Ik zal finishen. Nee. Eén kans. I got this. Zit met geen DNF. Ik zit er nog steeds in. Ja, nee, ik zit er nog steeds in. Blijf in het midden. Jongens. Nee, er zit een tele... Shit, hij is gefinished. Nee, er zat een teleporter in die stunt. Daarom verdween mijn puntje, bro. Ja, daar kan ik niks aan doen. Ik werd in één keer geteleport naar de checkpoint. Dit wordt nou een DNF, jongen. Ja, dit wordt een DNF. Ik ging het voor jou bijhouden, maar dat had ik beter niet kunnen zeggen. Ik ga het wel voor jou bijhouden nu. Als ik hem nu wel haal, dan word ik wel echt gek, want hij is eigenlijk zo... Ja, oké. Dat 1-1, jongens. Nee, je ligt gewoon achter mij, Rijn. De finish was er helemaal niet. Helemaal wel? Nee, ik was echt bij de finish. Nee. Oké, ik geloof jou, Maar we hebben alle twee een DNF, Rijn. Ja, dit is niet echt heel erg lekker, maar gelukkig hebben we nog wel één race te gaan. Dus wie is de persoon die er vandaag vandoor gaat met de meeste DNS? Max. Dus we gaan door naar de laatste race. De laatste race is na lange tijd weer een trollrace. Dus heel veel succes. Het heeft alles te maken met buizen. En iemand blijft stilstaan. Die denkt, jullie zoeken het maar lekker uit met z'n allen. Ja. Ik hoor vanzelf wat de route is. Oh jongens, toch. We gaan ook gewoon allemaal recht naar die checkpoint toe, terwijl niemand weet of dit de juiste route is. Ja, ik weet het. Ah, ik heb nog wel een nachtmerrie, Jan. Door, Angelo. Ik volg Mike gewoon. Mike die heeft zoveel races gedaan, dat hij gewoon weet waar we naartoe moeten. Oké, ik kom er niet eens overheen. Het zou het zomaar kunnen zijn, hoor. Degene die als eerste de route heeft, die gaat niks zeggen waarschijnlijk. En dan blijft de rest struggelen. Alleen, wie haalt de meeste DNF vandaag? Dat wordt de echte vraag. Hop. Mike, als dit het niet is, hè, dan zitten we alle twee verkeerd. Ja, dat klopt. Ik zit te kijken. Ik ben echt honger. Ik zweer het. Hoezo? Oh, je was plassen! Ja. Mijn rijden die was aan het plassen. Ik dacht, wie blijft er nou stilstaan? Ja, hé. Hé, maar we zijn pas net begonnen, Ryan, dus het is niet erg. Mike, dit was het gewoon niet, hè, bro. Nee, klopt. Ik had echt beter gewoon kunnen doorplassen. Dit is speciaal voor jou een trollrace, Ryan. Speciaal voor jou dit gedaan. Hé, maar jongens. Dit is gewoon de beschrijving wat ik net heb gedaan, jongen. Is het niet gewoon... Gewoon puur kak. We hebben wel nachtmerries aan trollraces, hè? Dat is waar. We hebben een keer een trollrace geprobeerd waar we 3 kwartier mee bezig waren. Alleen, we konden gewoon niet vinden hoe die moest. Deze is het ook niet. En toen hebben we maar afgesloten. Maar deze trollrace, wij zijn nu de echte pro's, hè. Deze gaan we wel halen. Ja. Ik heb zo'n gevoel dat we op de buizen moeten gaan zijn. Ik heb zo'n gevoel dat we hier moeten zijn. Nou, elke keer hetzelfde geld. Dan een chops, en dan een vierkantje, en dan... Gaat hem liever. Oh, wacht, nee, hier ga ik sowieso niet komen, denk ik, of wel? Het is ook eens een kakauto, hè. Nou, op zich, hij rijdt wel lekker door, hoor, met die V12 die erin ligt. No. Oké, ik probeer hem via de grond te pakken, maar dat kan blijkbaar niet, dus... Nou, moet je daar niet een buis in, of zo, Jan? Nou, die buis zit, zeg maar, niet tot de grond, dus je kan er niet in komen. Ik weet het al. Ik reed ook daarheen. Ik ga hem... Oh, echt? Reed achter me aan! Nee, ik wist niet dat je erheen was. Wacht, Mike, ik probeer... Oh, helemaal rechts. Er zit hier sowieso niks. Er zit niks bij dat spawnplatform. Ik probeer gewoon de allerrechter. Heb iemand helemaal rechts al geprobeerd, of niet? Ja. Oh, ik. Waarom doe ik dit dan? Je moet even kijken voor gaten. Helemaal links volgens mij nog niet. Oh ja, helemaal rechts is het niet. Dat is een goeie. Waarom probeer ik het ook als jullie het al hebben geprobeerd? Ik rij ook gewoon met volle vaart door. Als we nou eerst even al die buizen checken, maar ik denk echt dat we via de grond moeten. Helemaal links is niet? Nee. Oké, fair enough. Ik probeer deze nu, ik weet niet welke het is. Oh, er zit hier wel een gat in deze buis. Helemaal rechts is het niet. Nee, die heb ik net geprobeerd! En voor mij heeft iemand anders hem nog geprobeerd te houden. Ja, als jullie iets moeten onderzoeken, dan doe je het meestal slecht. Ja, dat is wel waar. Nee, ik heb echt geen idee welke het is, hoor. Ja. Volgens mij, die maken ook niet.
Kan iemand het niet even opzoeken op YouTube welke buis het is? Jan heeft hem. Of niet? Nee, ik heb hem Jan niet. Heeft hem. Helemaal Jan niet. Jan heeft hem. Wat zeg jij? Wat een dikheid. Hij hoorde net een gat in de buis gevonden, jongens. Wat is er nou, jongens? Jij bent echt de kale dodo. Ik ben gewoon aan het omrijden op de grond om te kijken of ik hem kan vinden. Ik ben nu via de grond op de platform gekomen. Oh, er zit hier een gat. En in één keer heeft hij hem, hoor. Ja hoor, ik ga al aan. Ja, ik ben niet degene die 2 DNS wil halen, jongens, sorry. Oké, ik zeg het hoe het moet. Je moet door dat... Wat ben ik nou aan het doen? Je moet door dat gat springen en zeg maar... Je moet naar het midden en dan de rechterste buis pakken in het midden. En dan door dat gat springen. Er komt op een gegeven moment een gat tegen, dan moet je gewoon uitspringen. Dan kom je op iets onzichtbaars. Ik zie hier geen gat. Jawel, bij een van die rondrijdingen. Ik zet vast. Naar het midden en dan naar rechts, dus een beetje het midden, zeg maar. Oh, ik kom hier ook gewoon hier niet hier zie ik helemaal niet. Ik word naar links gegaan. Ik zie geen kut houden. Nee, je moet rechts pakken, rechts pakken. Wat zit je nou op een lullen, Jan? Ik wil echt jullie beeld zien, ouwe. Dat is geen grap. Het is helemaal de linker. Nee, het is helemaal de linker, jongens. Ja, het is helemaal de linker, inderdaad. Oh, wat doe ik nou? Wat een... Waar zit deze checkpoint? Oh, ik weet waar die checkpoint zit. Ik ben ook getrold. Are you kidding me, ouwe? Dat is eigenlijk gewoon karma, Jan. Nee, het is... Oké, ik ben nu serieus. Als je in het midden rijdt, dus niet de linker of de rechter moet je pakken. Je moet in het midden rijden. Ja, en dan moet je kiezen. De helemaal rechter pakken. Of was het nou de linker? Ah, deze jongen, man. Echt hoop voor jou, jongen. Nee, ik zweer het. Het is de rechter. Het is de rechter in het midden. Oh ja, wacht. Er zit een gat hier. Ja, dan moet je uitspringen. Daar, Angela? Helemaal niet. Dan kom je weer op de straat, dan mag je weer opnieuw beginnen, jongens. Ja, ik had het niet eens gezien. Dus. Ah, ik zie ook helemaal niet wat ik mee bezig ben nu zelf. Echt donker, jongen. Wat, ik weet niet wat er nu in mijn auto gebeurt, maar... Nee, je moet naar rechts, joh. Nee. Oh, ik reed verkeerd, lol. Nee, oké. Het is God, midden... Hem. Ja, ik goed zo. Hem. Zie je wel dat het midden en dan de rechter is? Zie je wel? Kom, we gaan door. Ik ga hem DNF geven. Wat? What? Jan, waar moet ik heen? Ja, gewoon de checkpoint volgen, bro. Mike. Jongens, stinkers. Nee, ik zeg nog altijd midden en dan de rechter. Ja, maar dan heb je nog een splitsing. Dan heb je nog een splitsing? Hier, kom. Nee, gewoon helemaal rechts. Gewoon helemaal rechts. Maar bij die splitsing is het degene achter je. Nee. gewoon het midden pakken en dan helemaal de rechter. Dat, nu maak ik echt geen grapje, want ik heb jullie hulp nodig. Wauw. Echt, jongen. Dit is... Wij zijn zo blind, Angelo, dat we niet weten. Jeetje, de blinde haas. Ik wil de hele tijd dat, alleen Ryan heeft er nog niet. Ik ben al best wel ver, hoor, jongens. Ja, ik ben al bij checkpoint 5 van de 23. Het gaat wel snel, hè. Moet je wel die buis in? Ja, je moet die buis in, moet je... Ja. Je moet die buis in en dan eruit springen. Ik ga even op jullie wachten. Dat is sowieso een troll. Ik zou jullie te trollen. Ik ga even op jullie wachten, jongens. Die gast komt zo langzaam naar beneden vallen, jongen. Gaan wij doorrijden, Mike? Want dit is wel echt rampzalig. Dit is succes, jongens. Moet ik nou weer omhoog? Ik heb jullie 6 minuten lang geholpen, maar... Dat is nog niet. Dit is wel echt gewoon een ramp, jongen. Ryan die heeft ondertussen ook opgegeven, maar dat is niet erg. Wij rijden naar de finish. Wacht, Mike, is het nou letterlijk gewoon alleen nog maar naar de finish rijden? Of? Nee. Oh, nee. Maar naar Sirius doet het. Wat? Nee, dit kan dat kan niet. Daar kan je niet doorheen, toch? Of wel? Nou. Wat? Oh. Heb je die checkpoint? Wacht, ik geef je een checkje. Nou, dat is niet echt. Nee, jij hebt een custom, hè? Dat is niet handig, hè? Wacht, laat mij eens dan. Misschien pas ik er wel tussendoor. Lekker droog, dit, jongen. Oké, 3, 2, 1. Oh, shit. Ik rijd tegen die muur aan, ouwe. Nee, niet. Je moet gewoon die steeg in, hoor. Die zal vast afgezet. Die deuren gaan namelijk niet ver genoeg open. Oh, dit is nog niet afgelopen. Ik dacht, we kunnen gewoon nu naar de finish rijden. Oh. Via de rechterkant, Jan. Dan kom je er makkelijk doorheen. Serieus? Wacht, ik wil even bolen. Hop, puntjes erbij. Kijk, kom eraan. Ook zo slecht gemaakt. Nice. Oh ja, je kan je inderdaad gewoon doorheen, ja. Nou, jouw
Als jij een race gaat maken, Max, is hij nog slechter, dus... Ja, dan gaan we binnenkort achterkomen, hè. Dus dan mogen we commentaar op elkaar lezen. Volgende checkpoint. En dan moet je dat trappetje opzeker. Jij pakt rechts. Je naar rechts. Je moet naar voren, naar rechts. Of naar achteren, naar links. Ja, kijk. Hier, geef even een tikje. Hey Mike, let's go, jongen. Een auto. Wat nou custom, hé? Wat nou custom? Awesome. Ja, top, dank je. En dit zal het wel zijn. Ik weet wel wie er sowieso een DNF gaat krijgen. Alleen de vraag is wie nog meer. Ja, maar we kunnen nog geen DNF krijgen, want we zitten bij elkaar. Ja, maar of iemand moet iemand anders gaan naaien. Pas op daar, Mike, als je die tunnel in rijdt. Oh, wat? Je kan niet naar boven? Dit heb ik nog nooit gezien, joh. Oh, kut. Niet naar boven rijden. Niet naar boven rijden. Die zag zo hard, zag ik gewoon aankomen, hè. Maar waar ben jij, Mike? Nou, ik had een beetje moeite door dat trapje op te komen. Zie je daar nog steeds? Nee, kom eraan. Dan komt hij aanscheuren, hoor. Ik denk dat ik een DNF ga halen. Ja, we gaan het zo meteen meemaken. Wij zijn bij checkpoint. Oh, nee, oh 21. 22. En ik zie de finish. Oh, ik ben al bij 6. Ik ga niet gerold worden bij de finish, let op. Dit is gewoon... Oké, ik zie echt de grootste muur ooit staan hier. Mike? Ja? Ik heb op je gewacht, hè. Ik wil eerst worden. Als jij mij nu gaat naaien, joh. Ik zweer het je. Nee, die finish! Nee! Nee! Dit ga je niet menen. Dit ga je echt niet menen. Mike, doe normaal, hoor. Nee! Niet dat sneaky lachje. Nee, niet dat sneaky lachje. Oh, waar ben ik mee bezig? Ik rijd iemand zijn oprit op. Jij hebt de andere kant gepakt, of niet, Mike? Jij hebt de andere kant... Jij vieze rik, vrouw! Nee! Jawel! Nee! Is het voor mij? Nee. Aan de kant. Ik ben er eerder, Nee, hier staat hier ook een muur! Bro, hier staat ook een muur. Hè? Wacht. Ja, misschien... Ik eerst kan worden. Bro, wij moeten die finish nog vinden. En dit gaat denk ik nog wel even duren als ik het zo zie, want er staan overal muren. Wacht, is het niet gewoon hier? Ik zie die geblokte vlag steeds dichterbij komen. Oké, dit loopt dood. Ik moest het checken. Sorry. Ik moest het checken. Hij is helemaal omgereden. Ik zie de geblokte vlag. Nee, serieus? Ja. Nee. Ik ben niks onder. Nee, jij vieze rek, jongen. Oh, you kidding me. Ik rijd helemaal door die Hollywood Hills dingen heen, man. Hoe ben je er... Nee, als ik nu nog... De rechterkant. Nee, Angelo is er ook al! Nee! Nee, jongens, ik heb al 6 minuten op jullie gewacht! Nee, het zit niet vast. Ik ben de weg kwijt. Hoe kom ik daar dan, Mike? Help me eens even, jongen! Ja, ik ga je spectaten. Respawn even. Nee, ik ben even... Volgens mij is het via hier. Laat ze gewoon even hier. Links. Links? Naar links toe. Hoezo helemaal naar links? En dan hier? Rechts. Hier rechts. Rechts. Nee, Angelo, ik ga eerst. Angelo, ga weg, hoor. Ja, doei Angelo, je was zo dichtbij, maar zo ver weg, bro! Let's go! Ja, maar wacht even. Ja. Kunnen we Max DNF geven? Ja, Max krijgt een DNF. Ik weet eigenlijk niet waar die is Angelo, gewoon. Wacht even. Let's go, jongen. Oh, als ik hier gewoon nog derde of misschien zelfs een DNF had gehaald, dan werd ik helemaal gek, jongen. Ik heb gewoon 6 minuten op jullie staan wachten, wacht hè. Oh. Maar, dat gezegd te hebben... Ryan, hoe gaat het bij jou? Waar ben jij dan? Ik ben met Max. Oh, ja, hier loopt het dood. Waarom denk je dat? Ik ben toch terug, ja. Succes. Angelo finished. Angelo... Ja, let's go. Angelo is gefinished. Yes. Hey, Max, wie heeft er vandaag de meeste DNS gehaald? Nee, je gaat niet meer finishen. Je weet de route niet, ouwe. Ik geef je een tip. Je moet hier naar links. Maar dan nog... 3. Wacht, ik heb die checkpoint nog helemaal niet warm. Dan nog ga je het niet halen, want dit loopt dood. En Ryan heeft ook nog een DNF te pakken, alright. Goed gedaan, jongens, goed gedaan. Hé, maar wacht, hoeveel DNF heeft Ryan dan vandaag? 1. Huh? 2 volgens mij. Oh, nee. Huh? Oh, nee, 1. Nee, 1 toch? Nee, 2. Ja, 1.
Nee, twee! Nee, ook twee! Nee. Jawel! Je had er een vorige race ook een. Ik moest nadenken, jongen! Man. Jawel! Helemaal wel, bro! Oké, nou, Max en Ryan. Goed gedaan, jongens. De meeste DNF's. Ik gelukkig niet. Ja. Dat gezegd, dan hebben ze deze video er wel op. Dus mocht je het hebben genoten, ram natuurlijk zo'n keihard op like. Dat zou ik super gaaf vinden. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Voor meer, check natuurlijk Angelo, Mike, Max en Ryan hun kanaal ook uit. Net zoals de races, als je die zelf wil doen. En tot de volgende keer. Bye-bye.